Dit is een uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live in de serie Charismania. Dit is een artikel in Trouw uit 1997, 4 april 1997. En dat gaat over Hans Vrindsel. Met deze kop, ik heb in Genebi's gezien dat arme mensen hun eigen bedrijven al biddend gingen visualiseren. En was geleerd dat je krijgt wat je hebben wilt als je het God heel concreet en gedetailleerd beschrijft. Of hier en Amerikaanse zendelingen die geen malaria-pillen slikten, omdat iemand die zichzelf een profeet vond, haar had voorspeld dat ze nooit malaria zou krijgen. Ze weigerde elk medicijn. Teruggekomen uit Afrika, zegt Hans Frenzel, kwam ik dezelfde gevaarlijke denkbeelden in evangelische gemeenten in Nederland tegen. Ik besloot erover te gaan schrijven. En zo wordt hij beschreven in dit artikel. Een evangelische christen pur die het tot zijn taak rekent uit te wassen en eigen kring te bestrijden. En dat is een vrij zeldzame variant. In het zicht van de ongelovige buitenwereld, de vieze was inspecteren, is in de kringen van vrije evangelische gemeenten ongewoon. Hij schreef al vroeg over de gekte van de Toronto-blessing. Hij schreef over snelcursussen voor profeten. Over de warrige denkbeelden achter veel gelezen. Evangelische avonturenromanetjes. En over het welvaartsevangelie dat mensen voorspiegelt dat ze zichzelf gezond en rijk kunnen bidden als ze maar echt geloven. En dan nog wat gegevens over zijn voorgeschiedenis. Het is juist de ervaringen in Afrika van het totaal mislukken van de charismatische beweging daar en de kwalijke gevolgen daarvan die hem gemotiveerd hebben om die soortgelijke ontwikkeling ook in eh, Nederland aan de kaak te stellen. En met name dus dit, wie ziek is mag geen achterstand op de symptomen, wie arm is moet zijn eigen innerlijk verbouwen, niemand is meer verantwoordelijk voor zijn medemens, armoede is zonde, je eigen schuld. Heel Amerikaans. Hoe is het mogelijk dat die manier van denken zich zo snel verbreid heeft? Iemand van onze eigen zendingsorganisatie weigerde een bedelende vrouw reis te geven. Als je Christus had, zou je niet hoeven bedelen. Een mentaliteit die uit de New Age-beweging komt en blijkbaar in Pinkse gemeenten en evangelische gemeenten eh, nogal snel eh, weet eh, plaats te krijgen. Die gemeenten zijn buitengewoon vatbaar voor alle mogelijke nieuwe denkbeelden. Laten nou, we eens kijken naar uh, een van de mooiste artikelen van Hans Vrindsel. Ja. Dit artikel stond in het maanblad De Oogst. Waait de geest waarheen hij wil? En het is een lange exegese om duidelijk te maken dat die uitdrukking. De geest waait waarheen hij wil. is een uitdrukking die veel gebruikt wordt in charismatische kringen. Um, misbruikt wordt. Het is een vreemde uitdrukking die soms gebezigd wordt. Wanneer men geconfronteerd wordt met onbekende zaken op het kerkelijke erf of vermeende werkingen van de geest die in de bijbel niet terug te vinden zijn. De geest waait waarheen hij wil is dan een van de vlaggen die een onbekende lading moet dekken. De kern van zijn exegese is dat volkomen ten onrechte gesuggereerd wordt dat hier met de wind die blaast waarheen hij wil de heilige geest bedoeld wordt. Het tweede deel van dit vers laat overduidelijk zien waar het wel op slaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. De wind is hier dus een beeld van de wedergeboren mens en het mysterie dat in hem heeft plaatsgevonden. Dat mysterie van de wedergeboorte kunnen wij niet zien met onze ogen, we kunnen het ook niet verklaren, maar we merken het aan de gevolgen in het leven van de mens. Ten slotte. De uitdrukking de geest waardig niet naar wil is niet bijbels en is in feite nietszeggend. Kan Gods geest dan niet iets anders doen, iets buiten bijbels? God is toch soeverein? Ja, maar hij zal naar ons toe niet anders handelen dan volgens zijn geopenbaarde wil. Om het ons mogelijk te maken alles te toetsen en zijn leiding te herkennen en te volgen. Daarom heeft de Heer Jezus het levende woord gezegd: Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Was getekend. Frans Frits